Goedemorgen, het is zaterdag. Wij zijn wakker. En we hebben vandaag super gezellig. We gaan eerst voor Foefje een behandeling doen. En daar ga je zo meer over zien. Ik weet niet in hoeverre ik het kan vloggen of zo. Maar... En daarna gaan we thuis gewoon even aan de slag. Editen, vooruitwerken. En vanavond met Josje en ik en Monika ook gezellig chillen. En daar hebben we heel veel zin in. Tessa die zegt dus elke keer dat je bij mij bij mijn benen zo die definitie goed begint te zien. Ik zie het zelf ook wel hier bij die dit. Zeg maar ook zo. Ik weet niet of je het kan zien, maar zo zeg maar. Arr, is het een spier? Woe. Kijk, zo zie je hem. Ik zie gewoon muscles. Jee, wil ik. Ik heb net gedoucht en oh my god, deze kamer. Yes, die is zo zacht. Dat is die ene die ik laatst bij de Primark kocht. Oh, I love it. Ik heb net mijn haar gefeund en ik kreeg wat vragen of ik mijn haar van achter wilde laten zien sinds ik die extensions eruit heb. Nou, dit is hoe het eruit ziet. Het is bijna helemaal droog. Ik ga straks nog even helemaal goed doen, maar ik kan me alvast opmaken. Dit is het. Mijn haar is eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, van achter dikker dan voordat ik begon met extensions. Ik weet niet precies waar dat aan ligt. Ik ben wel, doordat ik extensions heb, heel erg goed gaan letten op mijn verzorging van mijn haar. Het is hier gewoon bij mij heel dun, hiervoor. Ja, ik heb niet veel haar. Zeg maar waar iedereen een dikke pluk heeft, heb ik dit. Maar ik vind het voor kort haar ben ik wel blij, zeg maar, hoe mijn haar nu valt. Dus ik denk dat als ik weer extensions zou nemen, dan is het omdat ik echt langer haar wil. Mijn haar zal nooit mooi vol zijn als het lang is. En dan vind ik het wel echt, dan voegt het wat toe. En nu is het gewoon unnatural. Misschien voor een feestje clip-ins of zo. Nee, ja, dat kan niet meer. Ik heb zo'n bot afgeknipt. Weet je, dan is het lelijk. Ik zie echt zo'n lap haar hangen. Dus dat willen we niet. Maar ja. Ik kan sowieso mee spelen, mijn clip en dingetjes en zo. En nu ga ik me opmaken. Ik heb me zojuist opgemaakt. Ik zit een beetje te spelen met make-up. Ik wil eigenlijk mijn haar krullen, maar ik vind na het feunen vandaag best goed vallen. Dus ik laat het denk ik zo. Stijl-ish. Zo-achtig. Ja. Alright, mijn outfit of the day. Ik heb hier een trui aan van Ambika. Ik heb er een wit shirtje aan, omdat hij best wel een soort van grote gaten heeft. En anders... Maar ik vind hem heel vet. Kijk, die mouwen ook. Superleuk. Dan heb ik een nieuwe broek van River Island aan. Een soort grijze mom jeans. Lekker de laat. Dit doekje is van Pint by K. En daar zijn de schoenen ook van. En dan heb ik mijn Dior tas. Dus doekje aan mijn Dior tas. Zo. Yes, look of the day. En de geur die ik vandaag opdoe is Zadiki Voltaire. Kijk even naar deze outfit. Zo, vind je het leuk? Cute, ik vind het echt leuk. Oh, thanks, schat. Ik had ook met die... Nee, dat is misschien te druk, die. Nee, daarom. Ja, ik vond het ook te druk. Dit is cute, groen met roze. I like it. Wij zijn onderweg naar Vlaardingen. Mm-hmm. Omdat Fifi daar een consult heeft voor een haartransplantatie. Super spannend. Ja. En ja, dat is heel leuk. En zij gaan dat zo meteen live uitzenden. Dus ik weet niet of ik een stukje kan vloggen of niet. Ja. Dit is dus dezelfde kliniek waar Rutger en Nessum zijn geweest voor een haar. En spannend helemaal. Oh ja. Wij zijn klaar. Mm-hmm. En binnenkort gaan wij naar Istanbul. Oh, ik heb zoveel zin. Ja. Voel me helemaal in de mood voor zijn haar. Ik ben in de mood voor new hair. New hair, haartransplantatie. Gaan al die dingen, dan mag ik het gaan zeggen straks. New hair, new day of new day. Big hair, don't care. Ja, dat soort dingen. Kijk, dit was net live. Zo leuk om dit terug te zien. Heel vaak. We gaan even... Wij hebben even broodjes van Subway gehaald en koekjes voor vanavond. Helaas niet die met macadamia, maar wel met macadamia en raspberry. Dus. Is dat macadamia raspberry? Ja. Nee, hij is, of is dat witte chocola raspberry? Nee, hij is cheesecake raspberry. Nou ja, in ieder geval dat ook. Dus we hebben allemaal verschillende. Jouw broodje. Dank u. Yes, het smaakt. Wat zijn dat? Broodje. Oké, ik heb voor de planner iets binnengekregen net. Dit. En dat is dus met drie stukken die vastzitten. En eigenlijk denk ik dat dit perfect is. Zo. 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 Ja. Perfect. Niet dat jullie hem dan zo krijgen hoor. Dit is meer een soort van idee. Zet je beter. Kijk mijn eigen reclame! Ik heb twee. Terwijl Foefje zit te editen daar, ga ik opruimen. Het is echt een mega bende. Ja. Wasmand pakken. Waar moet dit? Ja. Hoe kom je hier aan?
Dat is ook een beetje. Zat in jouw pakket hoor. Mijn pakket? Welk pakket? Van de mensen met 100.000 volgers. Klik. Zat ja, er dit is. Bij? Ja, die staat daar. Hallo. Hi. Zit je lekker in de cocon, jongen? Ik heb hem gewoon zo opgepakt met deken en dan in de cocon. Is het cute of is het cute? Hier, kijk zelf maar. Oh mijn god, dat is echt heel cute. Dat is echt heel cute. Kijk hoe die zit te kijken, hè. Je hebt een beetje viezigheid op je neus, jongen. Viezerik. Maar hij gaat echt in slaap vallen. Ja, hij gaat, ja echt. Oh. Hij heeft een dekentje zo fijn over zich heen. Gossie. Ga je neus schoonmaken met je eigen snoetersnoet. Nee. Alright, kleine outfit change. Deze blouse van de Wii. Zelfde broek van net. Mijn nieuwe Sasha schoentjes. En glitter Josh Wii tasje. Uiteraard naar Josh toe. Gezellig. Leuk, let's go. Ik doe dezelfde geur op. Dus wat ik dus doe als ik er al een dag op heb zitten met make-up. Dan doe ik gewoon zo. Fix plus. En dan... Zo, laat ik dat even drogen. Dan heb ik altijd een soort van een fresh gevoel in mijn huid. Opgefrist. Een beetje volume poeder erin, zo. Echt geen extensions nodig, hè, met kort haar. Echt niet. Dat is good, toch? Kijk gewoon voller als je volume poeder doet. Nou, we zijn even spijsjes inpakken. Het is vreselijk koud buiten, dus ja. Tijd voor een show. We hebben de tas mee, we hebben de goodies mee. We gaan. Ik heb een muts mee. Yes, let's go. Roodsleutel? Ja. We zijn onderweg naar Amsterdam en we waaien alle kanten op met de auto. Het is echt niet normaal. Gewoon woe! En er gebeurt niks. Maar je voelt gewoon een beetje ink. Ink. Gek is dat, hè? We zijn Exploding Kittens aan het spelen. Iemand heeft gewoon een shame om. Yay! Cute, hè? Ja, jongens. Er is al gesnackt. Heel veel. En dit is wat er nu op tafel ligt. Lekker. Lekker, lekker. Nou, ik lig er weer uit. Zijn een keer verloren. Top. Gaat goed, hè? Nee. Niet doen. We hebben 10% van onze sushi hebben. Het is niet normaal. Dit is echt niet normaal. Ja, ik denk het maximaal. Ja. We gaan er vandoor. Was heel gezellig. Het was super gezellig. Leuk. Was heel leuk. Toch goed? Ja. Het is 2:30 bijna. Wij zijn net thuis. En ik ga de vlog afsluiten. Het was echt... zo gezellig, we hebben het echt zo leuk gehad. Ja, een leuke avond gehad. Dus ja, ik ga de vlog afsluiten. We gaan lekker slapen, wel rusten. Bedankt voor het kijken. En tot morgen. Morgen gaan we met Rutger en Thomas een escape room doen. En ook met hun eten, dus heel gezellig. En verder gewoon thuis werken. Dus ja, gewoon een chill zondag. Wel rusten en ik zie jullie morgen weer. Doei!